Michiel Beks, jullie zijn in bivak en de zon is nog niet onder. Dat hebben jullie goed gedaan. Ja, dik tevreden, man. Ik kan er niks anders van maken. Want, vertel, jullie eerste twee etappes. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, na 27 kilometer in de eerste etappe was de versnellingsbak kapot. Ja, dan weet je eigenlijk dat je klaar bent. Nou, hebben we nog een sweeper truck kunnen regelen. Dat is eigenlijk een vrachtwagen waar je achter hangt en die je eigenlijk terugbrengt naar het bivak. Ik heb met die man kunnen regelen dat hij me heel de proef rondsleepte. Dus van kilometer 27 tot kilometer 84. En doordat we dat gedaan hebben, zijn we in de race kunnen blijven. En je hebt gewoon alle waypoints gehaald? Alle waypoints gehaald. We waren gisteravond om 11 uur binnen. In het donker, achter de sweeper truck door de duinen. Behoorlijke ervaring. Uurtje of achter gegaan. Maar ja, goed. Hé, we zijn er. Toen was gisteren die auto die was binnengekomen. Toen hebben die jongens die hebben heel de nacht gewerkt om te repareren. Ik en een navigator hebben gewoon kunnen slapen. Vanmorgen om 6:15 was die klaar. Die jongens hadden niet geslapen en ja, wij zijn om 7:00 vertrokken. Dus toen dacht ik voor de tweede etappe, laat ik het nou maar een beetje rustig aan doen. Want ja, die jongens hebben natuurlijk maximaal gepiekt. En ik denk eigenlijk nou kalm aan doe. Niet te veel riskeer. En we hebben in ieder geval vanavond geen trammeland met repareren. Dan zijn we met z'n allen het best af. En dat is gelukt. We hebben niet zo hard gereden. Maar wel ja, gewoon netjes, zuiver. Heel leuke dag gehad. Niet vastgezeten, niet gespaaid. Nou, en als je uit de problemen blijft, dan mag zo'n rally van mij nog wel 100 kilometer meer duren op een dag.